Dat zal mij nog vaak ontroeren. Wow. Gezellig, hè? Behoorlijk brak. Dus een verlof. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Gisteren had ik ook al wat gevlogd, maar dat heb ik per ongeluk gemist. Maar goed, het ging ook niet echt super lekker, want Jola was ziek gisteren en die moest ik ophalen van school vlak nadat we haar hadden weggebracht. Dus dat was wel een beetje vervelend. Maar goed, kan gebeuren. Het is natuurlijk ook helemaal niet leuk als je ziek bent. En nu gaat het wel weer redelijk. Dus ze is wel weer naar school vandaag. Morgen heeft ze er schooluitje. Dus ze vond toch eigenlijk wel weer belangrijk om weer te gaan natuurlijk. Anders zou ze dat uitje misschien ook wel missen. Bart is even wat dingen aan het halen. Want morgen dan gaan we aan de slag met het zwembad als het allemaal doorgaat. Ja, want op dit moment is het heel erg kiele allemaal. Er moet namelijk een heel framework ingebouwd worden binnen 2 dagen. En er kwam net wat binnen van Prime. Ik kreeg de vraag of ze iets mochten bezorgen. Ja, natuurlijk mag dat. Wow. Alleen Bart die is Jackson Yoda ophalen. Dus ik vind het wel leuk om even te wachten tot zij er zijn met dit uit te pakken. Pak hem maar uit, Jax. Oh, dat vindt papa wel leuk. Wat is dat dan? Doorbel. Kijk, ga maar een papa geven. Net hoor, dankjewel. Wat is dit? Dat is wc-papier. Ja, wasmiddel. Heel veel wasmiddel. Handig voor mama. Ruikt nu al lekker. Wat is dat, Jax? Voor je billen schoon te maken. Je billen? Kijken? Nee, volgens mij voor het huis. Oh! Bart! Bart! Oh! Airfryer XL. Jola de lievelings, aardappelpuree. Wordt door een burger, die moeten ook op, joh. Jola gaat morgen naar Walibi. Ja, maar het wordt zo druk, mama. Zo daar druk? Heb ik geen zin in. Hoezo? De vakantie is nog niet eens begonnen. Ja, maar luister, Walibi die heeft zeg maar zo'n speciale dag voor alleen maar scholen. En dat is die dag wanneer wij gaan. Mm. Dus, het is letterlijk, het is niet meer... Letterlijk? Ja, maar het is serieus niet meer te boeken. Vroeger had je ook de Tina-dag, weet je dat? Daar ging ik heen. Van Tina. Ja, daar ben ik ook wel eens geweest, ja. Mega verstaan. Hey, andere camera. Ik heb vandaag helemaal niet gevlogd. Want ik ben natuurlijk wel aan het filmen geweest. Maar dat was allemaal voor, andere, voor de andere video. En, want we waren namelijk super druk vandaag. Het is, ja, kiele voor het zwembad. Dus we hebben een hele opbouw gemaakt. Vandaar dat ik dus... Wow. En we hebben het pas gezien. Oeh, lekker. Hoeveel attracties? Toch nog 5? 2 keer in die waterboomstammen. 1 keer in die andere waterding die zo rondgaat. Daar hebben we zo lang gewacht. En was het heet? Je hebt wel een ander shirt aan. Ja, omdat het was helemaal nat geworden, omdat dat lekker zo uit. En we waren nog in andere attractie geweest, nog in 1 achtbaan in het begin. Dat, want verder hebben we echt niet zo lang in de achtbaanrij gestaan. En nog, Hoeveel attracties in totaal? 5. Maar we waren ook niet heel slim in tijd. Thank you.
Ja, die ligt daar ook nog. Meet Robin. We gaan oppassen op Robin dit weekend. Dat is de chihuahua van een vriend van ons. En dan eigenlijk van een vriendin en een vriend van ons. En daarna weer een andere vriend van ons. Maar die past op en die was nu een beetje druk. Dus dan passen wij weer op. Maar Dexie vindt het heel gezellig. Dus dat is wel leuk om te zien. Gezellig, hè? Zo samenjes. Ik ga nu eventjes... ik ben aan het koken. Dit. En dit. En het lekker sausje. En ik ga even B&B voor Liefde aanzetten. Want dat volg ik. Wie kijkt dan nog meer? Ik vind het gewoon zo lekker kneuterig tijdens het koken zo lekker op te zetten. Dan pak ik gewoon oortjes erbij en mijn telefoon. En dan kijk ik de laatste aflevering. Ik ben nu bij aflevering 5 al. Maar ik kan echt zo lachen om die figuren. Ik vind het zo leuk om gewoon echt... Het zijn gewoon meer echte mensen of zo. Ja, ik weet niet hoe je het uitlegt. Wie kijkt nog meer B&B vol liefde? Tell me! Oh ja, en qua spa's en jacuzzi's. Ze zitten erin. Er moet nog het een en ander afgewerkt worden. Maar als het goed is, is het gelukt. En we kunnen er ook nog redelijk goed bij om te checken of er niet te veel water onder loopt. Dus ja, voor nu is eigenlijk de grootste stress wel voorbij. Goedemorgen. Het is er weer vrijdag, de laatste schooldag van Jax. Nou ja, Jola is al vrij. Die hoeft gisteren alleen nog maar spullen op te halen. Maar Jax die heeft vandaag een schooluitje. En dat is bij zo'n survival park. Daar ben ik nu. Heb ik hem net afgezet. Jola was hier ook al eens een keer geweest. Echt superleuk. Allerlei activiteiten in en rondom het bos en het water. En ze moeten dan helemaal een soort hindernis doen. Alle kleren mogen vies worden en nou ja, dat. Dus ik ga nu even terug naar huis. Dan moet ik even wat dingetjes doen voor werk. En dan eigenlijk vrij snel moet ik hem alweer ophalen. En dan vanmiddag is de crematie van mijn oma. Ik heb een stukje geschreven gisteravond laat, maar dat moet ik nog even een beetje herzien. En dan wordt het de rest van de dag denk ik een dag van afscheid. Dus ja. We gaan er gewoon iets moois van maken. En ik hoop dat de kinderen van mijn moeder, oftewel mijn ooms en mijn moeder, het mooi vinden, het afscheid. En dat ze er mooie vrede mee kunnen. Mijn oma. Maar die eigenlijk al veel meer dan een oma was. Want oma, dat past eigenlijk helemaal niet bij haar. Ze was in mijn beleving altijd jong. Ik bedoel, welke oma neemt je nu mee naar het seniorengym en houdt het langer vol dan jij? Maar dat ze goed was in volhouden, dat hebben we later wel gemerkt. Dan bedoel ik niet alleen maar alle ziektes die ze heeft overwonnen. Maar ze bleef ook altijd volhouden dat ze heus wel een flesje wijn op haar kamer mocht. Miesje wilde ook altijd overal iets speciaals van maken. Als je jarig was, dan kreeg je het bedrag afgerond op de leeftijd die je was geworden. En dan zat het in een of ander pakje wat weer in een pakje zat. En dat dan ook weer in het aantal pakjes van wat je leeftijd was geworden. Ik zal u missen en het idee dat we u niet meer naar de speeltuin kunnen ontvoeren, dat zal mij nog vaak ontroeren. Oh man, wat zijn sommige dagen toch slopend ontroerend. Ja, vooral om je
om je moeder en je ooms verdrietig te zien. Maar ook om eigenlijk mijn hele familie bij elkaar te zien. Dat is best wel speciaal voor ons. Ja, dus dat vond ik heel mooi en heel fijn. We zijn daarna nog even bij een tante geweest. En daar hebben we nog wat gedronken met z'n allen en pizza's gegeten. Ja, vond ik het ook heel erg fijn om mijn oom uit Brazilië te zien. Dat was echt, ja, fijn. Hij gaat morgen weer reizen naar Portugal. En dan over een paar weken komt hij weer naar Nederland. Yay! Hé, hey, mijn camera lag gewoon nog naast mijn bed. Oh, ik heb me net even een klein beetje opgemaakt. Want ik ga zo naar de buurvrouw. Die heeft vandaag een festivaletje in haar tuin georganiseerd. Superleuk voor de verjaardag. Dus daar ga ik gezellig heen. Alleen, het was nogal een planning vandaag. Ja, we werden sowieso vroeg wakker omdat ze verder gingen met de sierbestrating van de tuin. Bart die moest om 11 uur al ergens zijn, want die is een weekendje weg met vrienden. Nou ja, eigenlijk één nacht, maar ergens in een kasteel, superleuk. Een soort retreat-achtig iets. En ja, daardoor had ik alle zorg voor de kinderen vandaag. De hele dag, vanaf vanochtend. Maar ik was helemaal vergeten, of nou ja, eigenlijk dacht ik dat ik vrij was. Maar er was een video nog niet helemaal goedgekeurd, dus die kon eigenlijk niet online morgenochtend. Dus ik moest een andere video helemaal editen voor morgenochtend. Dus het kwam erop neer dat ik en op de kinderen aan het letten was en een video aan het editen was. En dat is voor mij altijd echt, ja, ik word daar heel moe van in mijn hoofd. Ben je continu aan het schakelen tussen editen, waar zijn ze? Of nou ja, in ieder geval Jax dan. Editen, waar is hij? Waar is hij? Weer zoeken. Waar zijn de honden? Waar zijn de poezen? Hoe is dit? Hoe is dat? Hoe is zus? Hoe is zo? Die gaat blaffen. Die gaat huilen. En dan doe je er dus veel langer over dan dat je eigenlijk zou doen. En je hebt eigenlijk ook niet je aandacht voor je kinderen die je eigenlijk zou willen. Maar goed, ze hebben wel heel erg genoten. Want ze hebben vandaag voor het eerst in de jacuzzi gezeten. Nou, ik zal het morgen nog even filmen, want dan gaan ze vast weer. En de zwemspa is dan misschien ook wel opgewarmd. Die is nog aan het opwarmen. Dat duurt wat langer. Alright, there I go. Het is een American party. Bring your own drinks. Dus ik heb een heel cool tasje met cool elementen bij elkaar gehaald om mee te nemen. Like this. Is dit koud? Nee, ik moet gewoon in de zon gaan staan, denk ik. Ik ga gewoon nog een beetje dagje een video nemen. Dat is wel. Dat huis daar, oh my god. Oh, ja. Heb je ook een jacuzzi? Nee. Projects. Film. Blair Witch Project. Ik heb die in de bioscoop gezien. Maar ik was in de veronderstelling dat het echt serieus waar gebeurd was, zeg maar. Ja. Behoorlijk brak van het feestje gisteren. Maar dat was heel gezellig dus. Ik zoek even de zonnebrand. Want iedereen zit in het zwembad. Mijn moeder was er ineens en mijn oom. Iedereen wil meteen in het zwembad. Waar ligt hij dan? Ik pak hem wel even, want je bent helemaal nat, schat.
Oh nee, nu komt er allemaal zand in het zwemmen, in het jacuzzi. Wacht even. Wacht even, schat. Even nog niet erin gaan. Dat kan je toch aan mama vragen? Oei. Waar is die zon van nou? Kijk, we hebben zo'n hele grote barbecue ook. Ja, maar dan moet je gewoon ter plekke, moet je dat even bedenken. Want ik gaan we even naar de Lidl. Het is op een zondag. Ah, mijn voeten. Is de Lidl open op zondag? Ja. Oeh! Het is hartstikke koud! Nee joh! Nee, het is zo lang vol! Je moet gewoon even doorgaan. Nee, dit is zo lekker. Nee, als je wilt drijven in zo'n groot zwembad, moet je zoveel zout erin gooien. Ja, en dat is dan weer heel slecht voor al die outdoor dingen en zo. Nee, dat zou ik ook niet. Oh, nee. Als het goed is, komt Bart bijna thuis. Ik heb vandaag echt... heel vroeg had ik nog even eten gemaakt. Ik had lekker restjes over, dus het was heel weinig werk. Om 5 euro. En toen om 5:30, meteen na het eten, zijn Jax en ik weer in de jacuzzi, in de jacuzzi gegaan. En daar hebben we gewoon, volgens mij, van 5:30 tot, dat is mijn thee die ik net heb gedronken, mijn buik, volgens mij 6:30, 7:00 zelfs. Erin gezeten, echt 1,5 uur in de jacuzzi. Het was zo gezellig met Jax. Lekker kroelen en gewoon heerlijk. Gewoon, ja. Dus het genieten is wel echt al een beetje begonnen. Het is wel echt heel erg fijn. En wat een heerlijk weekend heb ik ook gehad. Gewoon hier weer met de buren en het festivalletje van de buurvrouw. Vanmiddag nog even, toen ging ik even wat ophalen wat ik daar was vergeten. Nog even een tijdje bij de andere buurman lekker gezeten. Ja, gewoon echt steeds meer, ja, het klinkt echt zo, maar steeds meer diepere connecties met mensen hier bij mij in de buurt. Waar ik echt heel blij mee ben, want liever een goede buur dan een verre vriend, zeggen ze dan altijd maar. Maar goed, ik ben nu wel heel erg blij als Bart weer thuis is. Want ik begin hem wel aardig te missen. Ik lig al in bed omdat ik morgenochtend vroeg op moet. Want Jola, die gaat morgen op ponykamp. En dan moet ik haar dus naar Friesland brengen. En daar moet ze best wel vroeg zijn. Dus ja, wekkertje staat gewoon op de eerste officiële vakantiedag weer om 6:30. Maar goed, ik heb het er zeker voor over. Want ze verheugt zich er enorm op. En het is natuurlijk super leuk zo. Een week lekker met de paarden. En met haar vriendin. Dus helemaal leuk. Nou, ik ga even de beamer aanzetten. Ik kijk nog steeds Successions. En die kijk ik samen met Bart. Maar ik loop nog wat achter. Dus ik ga even snel wat inhalen. Tot hij er is. Goodnight. En bedankt voor het kijken weer. Doei!